Hi, leuk dat je weer kijkt naar mijn YouTube kanaal. We gaan een full face of 11 doen en de reden waarom ik dat een beetje per merk doe, zeg maar, is om te kijken of ik alle producten fijn vind. En als er iets bij zit waarvan ik zeg, dan doe ik dat gelijk weg. Ik heb daar een tasje staan en gewoon geen zin in, zeg maar. Ik ga geen dingen bewaren die ik niet... Ik heb een rare staart vandaag. Beetje eigenwijze staart. Nou, zo is beter. Ik kan een beetje... Oh, er zat één haartje overeind. Nou ja, goed. Die zakt wel. Dus dat gaan we doen. Ik heb hier al mijn 11 producten klaar liggen. En ik dacht dat ik meer had. En toen dacht ik, oh, ik heb ook nog oogproducten. Dus die heb ik nog even gepakt. Ik heb de Power Grip Primer. Dit is een mini. Maar die heb ik net. Dus die hou ik zeker. En dan heb ik deze 11 Poreless Face Primer. En die heb ik al een tijd, moet ik zeggen. Maar ik gebruik hem heel zelden. En ik weet ook niet waarom dat is. En ik had er eigenlijk gewoon niet een goede indruk van het product. Maar als ik zo kijk, dan maakt hij het wel heel smooth. En heel mat, moet ik zeggen. Nou, misschien toch nog een tijdje in de roulade. Nou, en verder, ik denk gewoon echt dat ik niks ga wegdoen. Ik heb de Halo Glow. Hier is de kleur 2, omdat ze toen ik hem kocht de kleur 1 niet meer hadden. Je hoeft geen dikke laag te doen. En ik vind het fijn om dit dan met een borstel gewoon zo, een kwast. Zo, even uit te blenden. Dit is een van mijn... Ik weet niet wat ik hiervan denk. Ik was er in eerste instantie niet zo dol op. De kleur is op zich wel goed. Maar misschien dat het met die Halo Glow... Aan één pompje heb ik genoeg. En ik gebruik een spons. Even een extra squeeze. Voor het vocht. Ik heb nog een beetje op mijn hand. Ik heb niet al het product gebruikt. Een beetje extra rond de kaaklijn. Daar heb ik ook hier zoals hier van die rode plekken.
Ja. Ik kan me herinneren dat ik het heel droog vond. En nu ga ik alles onthouden van Elf. Dat zal je net zien. Maar zo ga ik dus ook door mijn Maybelline producten heen. En door mijn L'Oréal en door mijn Catrice. En ik vind dat moeilijk, want ik koop alles zelf. Want het is een heel klein kanaaltje, dus ik krijg geen PR. Dus ik vind het heel moeilijk om dingen weg te doen. Want ik heb het zelf betaald. Gelukkig heb ik een nichtje. Die is erg van de make-up. Ja. Met die hele glow eronder en een lichte dek. Ja, het is echt, het ziet er mooi uit. Ja, ik kan er niks anders van maken. Ik heb de Camo Hydrating Concealer. Nou, daarvan weet ik gewoon dat ik het een fijn product vind. Dus dat hij niet weg hoeft. Heel klein beetje onder de ogen is voor mij meer dan genoeg. Ik zit me te bedenken dat ik geen poeder van Elf heb. Dan gebruik ik deze. Dit is de Matte Healthy Look All Matte van Catrice. En die is niet echt heel erg brightening of zo. Maar we weten inmiddels, ik hou niet van een plakkerig gezicht. Droog. En wat ik dan altijd wel doe, is even met de spray van de Action het poeder gewoon even laten inzoeken. Ik heb een hele goede dag vandaag trouwens. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Ik ben super trots op mijn baby. Nou, een baby. Mijn baby is 20, hè? Bijna 21 trouwens, maar goed. Hij kreeg vanochtend een mailtje van de politie dat hij aangenomen is. Definitief. Dat hij alle stappen doorlopen heeft en dat het definitief helemaal rond is. Dus ja, dat vind ik leuk. Oké. Oh, nou. Wat ik dus ook nog had, was de Elf Putty Primer. Dat is een Holy Grail, die blijft natuurlijk. Ik heb de Putty Bronzer. En ik heb de Luminous Bronzer. En die gaan we proberen. Nou, proberen, die ken ik natuurlijk al. Dus ik zwaai gewoon even zo een stippling brush erin. En dit is een hele mooie. Assige kleur. Zie je dat hier? Heel mooi contourt. En ik ben gekker op contour dan op bronzen. Ik moet even, oh, een kwastje hebben. Waar is mijn kwastje? Hier zo. De brow lift heb ik ook.
is een fijn product. Ja. Ik ga serieus niks wegdoen. Maar goed, het ging even over Wessel. We gaan dus 24 april gaat hij beginnen. En dan moet hij eerst 2 jaar naar school, hè? Maar goed, hij is pas 20, dus dat kan op zich makkelijk. Qua blush. Ik heb een blush stick. Dat is een hele lichte kleur. Heel licht. En ik heb 2 blushes. Maar ik kan natuurlijk niet lezen. En mensen zoeken het altijd. Maar het stickertje staat gewoon op de zijkant. Dit is een gewone putty blush. En dit is een luminous putty blush. Dus laten wij de luminous maar gebruiken. Met een andere stippling brush. Ik vraag me alleen heel erg af nu. Waarom er niks van afkomt. Oh, deze is beter. Vaak doe ik zo over het hele gezicht heen. Dan heb je gewoon overal een beetje kleur. Goed. Ik vind alles eigenlijk wel prima. Ik heb 2 kleuren van de No Budge Eyeshadow. Ik heb een stick. En ik heb 2 paletten. Maar ik denk dat ik de No Budge Eyeshadow ga doen vandaag. Het is wel een hele heftige kleur. Joh, ik probeer het gewoon. Want het is maar make-up. En anders halen we het er gewoon weer af. Ik ben normaal niet zo van de kleuren op mijn oog. Vraag me dan ook serieus af hoe ik deze kleur heb kunnen kiezen. Dit is iets waarvan ik denk, nou, weet ik niet. Het is niet mijn kleur, gewoon. Ik pak even een fluffy kwast. Om het te blenden. Ja, weet je? Ja.
Het is iets te oranje naar mijn zin. Oh, het is wel echt no budge. Het is iets te oranje naar mijn zin. En ik hou gewoon niet van oranje. Dit palet ziet er zo uit. Ja, dit zijn mijn kleuren gewoon. Het is allemaal mat. Ik neem even de lichtste kleur. En dan ga ik de bovenkant gewoon even blenden. Met de lichtste kleur. Ja, zo is het beter. En wat ik dan eigenlijk met de donkere cream shadow wilde doen. En dan moet ik even trekken aan mijn oog. Is zeg maar een soort eyeliner lijntje. Deze valt dan weer veel minder gepigmenteerd uit dan ik dacht. Maar wel mooi. Dan heb ik een eyeliner lijntje en dan doe ik hier ook. Ja, deze vind ik, die bruine, deze vind ik wel een hele mooie kleur. Hele mooie, niet te opvallend, maar die, ja, doe toch één product weg, die oranje. Want dat vind ik echt, nee. Dat is hem niet. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ik ga even die... Wat is dat voor spul? No budge, nou echt, serieus. Hè? Oké. Okay. Mascara. Ja. De Lash & Roll. Die vind ik echt geweldig. Het is een beetje roze oranje, zie je dat? Het is... Dit is de bruine variant. Ik vind alleen het borsteltje niet fijn. Dit is zo'n siliconen borsteltje. En ik heb dan liever zo'n borsteltje met echte vezels. Of haren. Of een niet siliconen borsteltje, zeg maar. Maar dit is voor everyday echt een prima. Ik ga wel heel even een beetje de wenkbrauwen bijkleuren. Maar daar heb ik niks van voor elf.
Dus dat doen we dan gewoon even. Deze is van Essence. Zo, even een heel klein beetje tintje erin, want en dan ga ik nog een laagje mascara doen. Ik doe altijd twee en dan doen we ook gelijk de onderste wimpers zijn het. Wat ik hier fijn aan vind, is de droge formule. Het is niet heel erg nat. Je hebt ook het idee dat er niks op je borsteltje zit soms. Maar dat zit er echt wel hoor. Maar je kan dus niet in één keer heel veel aanbrengen. Daar hou ik van. Ik hou niet van... Ja, de volume van Chanel heeft dat bijvoorbeeld. Dat is echt een... Er zit een klontetje aan mijn wenkbrauw. Wimper. Goed. En dan heb ik voor lipproducten heb ik één lipliner. Dit is zo'n grote lipliner. Hoe heet dat? De Love Triangle Lip Roller Liner. Ja. En dan heb ik deze van Elf. En dit is, nou, is echt onleesbaar voor mij. Maar dit is zo'n lipsteen. En ik heb een balm. De Ride or Die Lip Balm. Nou, die doe ik weg, want die gebruik ik echt... nooit. En volgens mij is het inmiddels... Laat me liggen. Inmiddels keihard. En ik heb twee glosjes. Dit zijn de Elf Plumping Gloss. We gaan de lippen lijnen. Ik heb wel gezien dat mensen dit een niet een fijne lipliner vinden. Ik moet zeggen, ik heb er niet zo moeite mee. Ik doe een beetje basiskleur aanbrengen door de liplijn. Ja. Een beetje over de hele lip te doen. En dan de steen. Ja, is gewoon een hele mooie nude. Er zit een heel klein glosje in. Het is gewoon een hele mooie nude. Wat vind ik ervan? Ja, de ogen vind ik echt vreselijk. Veel te oranje. Hoe heb ik die kleur in godsnaam kunnen uitzoeken? Die lipbalm die is echt helemaal hard geworden erin. En die, ik weet, ik kan me herinneren dat ik hem heel erg... plakkerig vond. Maar ook heel erg, ja, goopy. Van die draden. Die van die draden trok bij mij. Deze lipkleur is heel erg My Lips But Better. Ja, niks mis mee op zich.
Ik draag deze combinatie heel veel. Nou, heel veel. Regelmatig. Het is gewoon verzorgd op de lippen. Het voelt fijn. Het voelt alsof je een goede balm op hebt. Niet te dun, niet te dik. Gewoon, ja, goed. Ik kan voor de leuk nog wel even de Plumping Lip Gloss opdoen. Die geeft echt wel kleur, zie je dat? Gewoon een klein beetje. Ik voel er nog niks van. Ik tik het gewoon echt serieus tegen mijn neus aan. Het ruikt nog prima. Ik heb ze wel al een tijdje, maar ze ruiken nog echt helemaal prima. Ja, deze is meer een beetje roze. Die andere is meer nude. Oké, ik moet eerlijk zeggen, van de Plumping. Nou, sowieso geloof ik daar natuurlijk niet in. Maar ik voel ook helemaal niks gebeuren. Oké, Elf. Ik heb een aantal producten van Elf heb ik. En heb ik geprobeerd. Heb ik opnieuw bekeken. En ik heb 2 producten weggedaan. Nou, vind ik op zich toch wel prima. Het gaat mij erom dat ik niet per se dingen hou om het houden, zeg maar. Maar wat ik zei, ik vind het moeilijk, want ik heb het allemaal zelf gekocht. Het is allemaal gewoon mijn eigen geld natuurlijk. Maar als ik het niet ga gebruiken, heb ik het sowieso niet. Is het onzinnig om hier te bewaren. Dus als ik per merk gewoon 1 dingetje weg kan doen, dan ben ik al blij. Dus ik doe 2 dingen weg van 11. Nou, prima. Dat vind ik prima. Ik had eigenlijk verwacht dat ik deze weg zou doen. Maar misschien moet ik hem gewoon opmaken. Ik ben de dop ook kwijt. Maar ik vind de putty primer. Weet ik niet of ik die prettiger vind. Ik kan me herinneren dat ik het gewoon geen fijn product vond. Of dat hij niks deed. Maar dat viel reuze mee. Ja, textuur heb ik toch wel. Maar het valt echt wel mee. Het oog vind ik vreselijk. Goed, dat was de 11. En dan doen we volgende maand doen we een ander merkje. Of over een paar weken. Of wanneer ik er dan weer even aan denk en aan toe kom. Maar bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie bij de volgende. Doei!